heb hier naast me Roelof Pieter Koning, wethouder hier in Meppel. Ik zou zeggen, ja, welkom hier in gesprek met. En ja, 16 december, dan verandert er wat. Want jij gaat natuurlijk over het openbaar vervoer hier in Meppel. Als je kijkt naar het OV-bureau Groningen-Drenthe, die stopt er eigenlijk mee. De gemeente Meppel heeft een pilot opgestart. Zou je iets over die pilot kunnen zeggen? Ja, wat stopt is de stadsbus. Op 16 december heeft het OV-bureau Groningen-Drenthe inderdaad besloten om die stadsbus weg te bezuinigen. En dat wil zeggen dat het OV-bureau nog wel bussen en uniformen beschikbaar stelt en brandstof beschikbaar stelt, maar de beroepschauffeurs worden van de bus afgehaald. En de gemeente is gevraagd, wilt u verder met de stadsbus, dan zult u iets met vrijwilligersvervoer moeten gaan organiseren. En daar hebben we de afgelopen tijd samen met allerlei mensen uit het veld over nagedacht van goh, kunnen wij een manier van vervoer bedenken die aan de ene kant die stadsbus in de benen kan houden, maar aan de andere kant dus ook een deel van het doelgroepenvervoer kan ondersteunen, zodat het uiteindelijk ook financieel een kloppend plaatje is. Want we hebben als college als uitgangspunt bezuinigheden van de ene overheid compenseren wij niet. Dus wij moeten een vehikel bedenken die uiteindelijk geen extra geld gaat kosten. Ja, als je nou bekijkt, wat verandert het dan precies voor de doelgroep? Want de doelgroep bestaat eigenlijk uit twee nevendoelgroepen, om het zo te zeggen. Wat verandert het nou precies voor deze mensen? Wat wij hadden was een stadsbus die in een half uursdienst een rondje reed. Wat we krijgen is een stadsbus die een aangepaste ronde rijdt. Maar wat in ieder geval ook kan, is straks door middel van handopsteken dat je buiten de bushaltes ook op de route op kan stappen. De route wordt aangepast. En we hebben heel nadrukkelijk gekeken waar zit nou de vraag vanuit de WMO, waar zit de vervoersbehoefte. Die zit wel in de haven te Maden, terwijl daar de stadsbus niet reed. Die zit niet in de Bergisch Landen, terwijl de stadsbus daar wel reed. Dus kortom, haven te Maden komt erbij, Bergisch Landen gaat eraf. En we gaan in de spits de bus langs de Grift laten rijden op de Industrieweg en langs Reesmond. Om daar ook werknemers te brengen en te halen. En in de danuren gaan we ook de Oosterboer bedienen. En we gaan de zondag weer rijden. Die was de afgelopen tijd al wegbezuinigd. Die pakken we weer op. En de avonden, ook alle avonden, gaan we rijden. Dus kortom, we proberen een wat meer flexibel systeem neer te zetten. Maximaal aansluitend bij de behoeften van de WMO-reiziger. Ja, nou even in de portemonnee kijken van deze mensen. Wordt het nou duurder? Nee, want het kaartje was 2 euro en blijft 2 euro. Wat van belang is, is dat het een Meppeler bus wordt en dat de OV-chipkaart die je voor het OV kan gebruiken niet in onze bus geldt. Dus dat is een nadeel. Het voordeel is dat we zelf de dienstregeling kunnen aanpassen, dus ook maximaal kunnen inspelen op veranderingen die mochten die de komende tijd spelen. Maar vooral vanuit de WMO hadden heel veel mensen op dit moment een indicatiestelling vervoer. En daar reed gespecialiseerd vervoer naartoe, haalde hun individueel op en bracht hun individueel naar de plek van bestemming. En wat we willen proberen is in de keukentafel met de mensen het gesprek aan te gaan van kunnen we u de indicatiestelling stadsbus geven, waardoor u in de buurt van uw huis op de route kunt instappen en bijvoorbeeld naar het station of naar de poelen of naar het ziekenhuis gebracht kunt worden, daar u activiteiten kunt doen en weer terug kunt gaan. Ja, dat ging al via het WMO-budget. En dat blijft dan zo. Ja, als je kijkt dus eigenlijk, het mes snijdt eigenlijk aan twee kanten als je bekijkt. Het wordt economischer. De doelgroep mensen die kunnen dan nog steeds gebruik maken van het openbaar vervoer. Waarom is het een pilot voor 2 jaar? Nou, het is een nieuwe vorm van vervoer. Dus dan moet je altijd kijken of het werkt wat je hebt bedacht. Het voorstel is dus ook gebaseerd op minder duur vervoer in de WMO. En die kosten gebruiken om deze nieuwe vorm van vervoer betaalbaar te krijgen. Dus die aanname zal wel in de praktijk moeten kloppen. Als de kosten de pan uitreizen, dan kan dit niet. Dus we moeten de vinger aan de pols houden. Maar nog belangrijker is dat wij in Groningen en in Drenthe gezamenlijk per 1 januari 2018 al het vervoer opnieuw gaan aanbesteden. Zowel de grote streekbussen die naar de grote steden rijden, als ook het kleine doelgroepenvervoer. En daar maakt dan de stadsdienst onderdeel van. In Groningen en in Drenthe zijn nu een aantal pilots aan de gang. Daar is Meppel straks één van. Die pilots zijn allemaal verschillend om ook verschillende ervaringen op te doen. En dat zou uiteindelijk input moeten geven voor straks die grote aanbesteding
in 2018. Ja, maar het kan dus zijn dat die pilot dan na 1 jaar is afgelopen. Nou, dat is niet onze intentie, maar het is van belang dat mensen gebruik gaan maken van deze nieuwe vorm van vervoer. Ja, als de bus straks nog steeds leeg is, ja, dan zult u begrijpen dat wij andere keuzes moeten maken. Ja. Heb je al reacties gekregen van eventueel mensen, dus van mensen die gebruik maken van dit openbaar vervoer? Ja, op 2 manieren. Het voorstel is vormgegeven met heel veel mensen aan tafel, onder andere met Raesmond, onder andere met een klantenpanel die op dit moment al bestaat. En die hebben allemaal meegedacht van, goh, hoe kunnen we het voor een ieder zo goed mogelijk maken? Maar we hebben van de week ook gesproken met de participatieraad. Dat is de oude WMO-adviesraad van de gemeente. En ook die met een mits en een maar die zijn ook positief over het voorstel wat nu voor ligt. Volgens mij zijn de routes nog niet helemaal bekend. Klopt dat? Nee, de route is dus, wordt aangepast, maar we gaan nu de komende tijd alles nog fijn slijpen. Hè. De gemeenteraad zal in oktober tegen het voorstel ja moeten zeggen. 16 december moet het klaarstaan. En we gaan de komende 2 maanden heel druk bezig om de route fijn te slijpen. We gaan vrijwilligers werven die in de bus ook de begeleiding willen doen. We willen straks zelfs met vrijwilligers mensen begeleiden vanuit thuis naar de halte en weer terug als daar behoefte aan is. Dus kortom, we hebben nog heel veel uit te dokteren en te organiseren voordat we op 16 december los kunnen. Dus we hebben nog wat werk aan de winkel. Roelof Pieter, heel erg hartelijk bedankt. Het lijkt mij een magnifiek project toe en ik zou zeggen succes. Dankjewel.